Ze is gekozen als persoon van het jaar. Ze heeft de meest succesvolle concerttour ooit. En ze is de eerste artiest die met haar muziek meer dan 1 miljard euro heeft verdiend. Of je haar nou leuk vindt of niet, je kan niet om haar heen. Taylor Swift. Ze heeft gigantisch veel fans en dat worden er alleen maar meer. Wat is het geheim van de bekendste artiest van dit moment? En waarom zijn mensen zo ontzettend fan van Taylor Swift? Swiftie of geen Swiftie? We hebben het voor je. Uitgezocht, een serie van het Jeugdjournaal waarin we altijd één ding voor je uitzoeken. Die die-hard fans van Taylor Swift noem je dus Swifties. En die supporten de zangeres echt in alles. Ze vliegen de hele wereld over om zoveel mogelijk concerten van haar te zien. En hebben ze geen concertkaartje, dan gaan ze er soms toch gewoon naartoe en volgen ze het vanaf de parkeerplaats. En als Taylor Swift haar vriend, een bekende sporter, gaat supporten bij een wedstrijd, kijken de fans ineens ook naar die wedstrijd. Eén ding is duidelijk, de fans zijn echt helemaal gek op de zangeres, die trouwens ook wel eens heeft geacteerd. In welke film had Taylor Swift een rol? Frozen, Avatar of Cats? Je hoort het straks. Nee, wacht. You belong to me. Mark, we gaan weer beginnen. Oh, ja. Nou, zo moet het ongeveer zijn gegaan. De jonge Taylor Swift op haar slaapkamer al volop muziek aan het maken. Maar bij de rest van de wereld werd ze pas echt bekend op haar 18e met dit nummer. In het begin maakt ze vooral country muziek. De fans zijn er dol op. Maar na een paar cd's verandert ze de stijl een klein beetje. Ze stapt over naar popmuziek. En daarmee krijgt ze nieuwe fans, maar ook haar oude blijven. En zo blijft ze haar stijl steeds een beetje veranderen. En ze werkt samen met artiesten die een ander soort muziek maken. Waardoor ze er weer nieuwe fans bij krijgt. Ze groeit uit tot de beroemdste artiest van dit moment. En een van de rijkste. Tweede onderdeel van het geheim is dat fans echt een band voelen met Taylor Swift. Ze zingt over dingen die ze zelf meemaakt en die fans ook meemaken. Bijvoorbeeld over verliefd zijn. Over haat. Of over pesten. Problemen uit Taylor's leven, maar dus ook uit die van fans. Ik heb zelfs een tatoeage van een van haar lyrics. Joanna werkt als journalist bij het Jeugdjournaal en is echt een enorme Swiftie. Als Swiftie is het heel fijn om bij zo'n groep mensen te horen die allemaal van dezelfde muziek houden als waar jij van houdt en dezelfde persoon, Taylor Swift. En je kan heel veel met elkaar delen. Online gebeurt dat vooral heel veel. Zo heb ik een vriendin al gemaakt toen ik 13 was en dan ga ik samen mee naar de concert. En daarbij weet ze alles over de band tussen Taylor en haar fans. Taylor Swift is eigenlijk heel slim. Ze zet zichzelf neer alsof ze je beste vriendin is. Zij schrijft natuurlijk in haar liedjes over alles wat ze meemaakt in haar leven. En dat zijn dingen die heel herkenbaar zijn, die jou ook kunnen overkomen. En daardoor krijg je het gevoel dat je haar echt kent en dat ze jou echt kent. Dat ze jouw problemen begrijpt. Die nummers zijn dus belangrijk voor de fans. En ook welke versie van de nummers je luistert. Taylor Swift heeft namelijk een deel van haar albums helemaal opnieuw opgenomen. Omdat ze ruzie had met het bedrijf dat de rechten had over haar muziek. Dat wilde ze niet meer. En dus maakte ze van alles een nieuwe versie, zodat ze nu zelf de rechten heeft en daar ook
zelf geld aan verdient. Taylor's Version worden die nummers genoemd. En de fans die luisteren natuurlijk alleen nog maar naar die versies. En die Swifties die steunen Taylor ook op andere manieren. Zo dragen ze tijdens concerten outfits die passen bij de verschillende albums. En ze maken zelf armbandjes die ze aan elkaar geven bij concerten. Oh, bedankt. Lover. De meeste fans van Taylor Swift zijn trouwens vrouwen. En dat is niet zo gek, want voor veel fans is ze een voorbeeld. Ze heeft haar zaakjes goed voor elkaar en weet wat ze wil. En ze komt ook op voor vrouwen, vinden fans. Maar volgens Taylor Swift-expert Annelotte Prins valt dat wel mee. Ja, dat heeft ze een beetje gedaan. Zo tussen, ik zou zeggen, 2014, 2019. En toen is ze daar wel weer mee opgehouden. En alles wat ze deed, ook in het opkomen voor mensen, daar was ze eigenlijk ook rijkelijk laat mee. Maar ik weet niet of dat ook uitmaakt voor het publiek. Voor de Swifties kan ze echt niets verkeerd doen. Die zien haar zoals Taylor Swift wil dat ze haar zien. Gewoon heel normaal. Taylor Swift is een stuk braver dan andere artiesten. En dat is natuurlijk een beeld dat ze van zichzelf creëert. Dat is niet per se de waarheid. Dat is natuurlijk ook iets wat goed verkoopt op de markt. In Amerika noemen ze dat de American Sweetheart. Dus de Amerikaanse lieveling, die is zij heel graag. Je zal haar inderdaad niet snel met tattoos zien of met drugs of wilde avonturen. De brave Amerikaanse lieveling. Nou, er is ook kritiek. Ze vliegt met haar privévliegtuig de hele wereld rond voor concerten. Niet echt goed voor het klimaat, vinden de fans. En al dat succes waar we het over hebben, kan ook tegen haar gaan werken. Of mensen kunnen er helemaal klaar mee zijn dat ze zo rijk en succesvol is. Een soort kapot gaan maken op het internet, hè, en gemeen gaan doen. Of misschien blijft ze wel zo succesvol en gebruikt ze dan al haar geld dat ze weer heeft verdiend om nog veel avontuurlijkere dingen te gaan doen, zoals een boek schrijven of een film maken. En ze kan natuurlijk ook nog gaan acteren. In welke film had Taylor Swift een rol? Het is Cats. Ze speelde daarin een hoofdrol. Een kat natuurlijk. Het was geen succes. De film werd een enorme flop. Maar goed, de fans vinden dat echt niet erg. Die houden van Taylor. En dat is misschien wel haar grootste geheim, die trouwe Swifties. Taylor Swift staat aan de top van de muziekwereld en daar valt ze niet zomaar vanaf. Dus of je nou fan bent of niet, je blijft haar voorlopig overal tegenkomen. Zo. It's me. Hi. I'm the problem, it's me. Joanna. Joanna, kom beneden, je gaat het nooit geloven. Everybody.